Goedemiddag allemaal, precies op tijd zijn we in Italië voor de oefeninterland van de Leeuwinnen. Tegen uiteraard Italië in Ferrara zijn we in het stadio Paolo Mazza, waar er 1000 aanwezig zijn. En we meteen kennis maken met het arbitrale kwartet onder leiding van Monika Mularczyk, een Poolse die Oranje al vaker floot. En daar de Azzurri van Italië. De volksliederen uiteraard, daar beginnen we mee voordat we gaan oefenen. En dan zijn de gasten, en daar staan ze, traditiegetrouw als eerste aan de beurt. Het Wilhelmus derhalve, gevolgd door het ongetwijfeld luidkeels meegezongen Italiaanse nationale lied. Wat een feest is dat toch altijd. Het Italiaanse voetbal begint vaak bij Interlands met een show van 11 voetbalsters of voetballers met dat volkslied luidkeels meegezongen. Ook door Milena Bertolini, de bondscoach van de Italianen. Waarbij ons in Nederland dan eindelijk uitsluitsel is gegeven over wie Sarina Wiegman na de Olympische Spelen gaat opvolgen. Ze zijn eruit. Habemus bondscoach. Bitter ook. Mark Parsons is de naam. En dat betekent dat zij nu de tent ook met een gerust hart achter kan gaan laten als ze naar Engeland vertrekt. Na de Spelen natuurlijk, die over een dikke maand voor de Leeuwinnen gaan beginnen. Aan de andere kant van de wereld in Tokio. Nu eerst in Ferrara, waar het nog 27 graden is op dit moment. Het was te zien aan de Hollandse gezichten en ook een beetje aan de Italiaanse dat de zon zijn werk heeft gedaan vandaag in Emilia-Romagna, waar zij ook nog wat nagloeien van het jaloersmakende volkslied dat ze zo schitterend meezong. Italië, de nummer 15 van de wereldranglijst, geen Olympische Spelen voor de vrouwen van de Azzurri, wel dus voor het eerst in de geschiedenis voor de Oranje Leeuwinnen. Schitterend toernooi om aan mee te doen en daardoor ook wel even nodig om nog wat te oefenen.
Eerst hier. En dan aanstaande dinsdag nog in Enschede tegen Noorwegen. En dat is natuurlijk ook een zeer geduchte tegenstander. De opstellingen hebben de collega's al laten zien voordat wij erbij kwamen. Dus krijgt u ze van mij. Oranje met Sari van Veenendaal. Van links naar rechts Merel van Dongen, Aniek Nouwen, Van der Gracht en Siska Volkertsma op rechtsback. Het vertrouwde middenveld met Shaki Groene, Danielle van der Donk en Sherida Spitsen. En voorin Linette Berestein en dan Katja Snoeys en Jansen. Renate Jansen, de beste speelster van de Eredivisie. Zij start vanaf links. Geen Martens, geen Miedema. Miedema er helemaal niet bij, niet helemaal fris nog. Dominique Jansen niet en ook geen Jill Roord bij de beginners van deze wedstrijd. Dus wel deze Siska Volkertsma van Twente. Dat is Renate Jansen en Katja Snoeys. Dat zijn de enigszins verrassende namen in de basiself van Wiegman. Er is ruimte om te testen en te experimenteren. Die ruimte wordt genomen ook om anderen eventjes wat lucht te gunnen na een druk seizoen. Italianen met Giuliani op doel. Van links naar rechts in een 3-4-3. Gama, Linari en Bartoli. Middenveld met Boateng, Giuliano, Caruso en Sofia. En voorin Cernoia, Girelli en Bonansea. Dat zijn er 7 van Juventus en 4 van Roma. 11 speelsters van bij elkaar opgeteld. En het is nagerekend 2 ploegen. We beginnen aan deze wedstrijd. Is duidelijk, die willen vroeg gaan opbouwen. Dat gaat al heel snel mis. Berestein. Overtreding Jansen. Aanvoerder van de landskampioen van FC Twente. Altijd een beetje zo'n randje oranje. Nooit basisspeelster, wel altijd erbij. Mijn eigen competitie is gewoon de beste dit seizoen geweest. Siska Volkertsma op rechtsback vandaag. Met meer middenvelden. Dat is ook een van de genomineerden. Net als Aniek Nouwen. Die we al wat langer kennen in deze ploeg. Gama. Volkertsma levert in. Rancea. Zijn aan het werk gezet. Snoeys, mooi doorgetikt met buitenkant, bijna hak van de voet. Van Dongen. Latien. En nu wat ruimte. Maar Giuliano. Veel meer oranje achterin daar dan dat de Italianen mee zijn. Die komen nu naar voren. Caruso. Gama. Ja,
de lucht in voor buitenspel. Caruso, een van de zeven van Juventus, dat met afstand, ruime afstand, kampioen van Italië werd. Roma, waar vier speelsters dus van in de basis staan, werd vierde in de competitie. Het is opvallend dus dat er niemand van Milan, de nummer 2, of Sassuolo, dat derde werd. Deze basisploeg staan vandaag. Een sterke opstelling. Groene. Berestein, snelheid genoeg om dit nog te redden, maar toch was hij net wat te hard aan bal. Even genieten van de schaduw daar. En dan terug de zon in. Maar zeker zal die schaduwlijn wat meer van het veld in beslag gaan nemen. Als de Italianen weer gaan opbouwen. Van heel kort achteruit. Nee, niet dus. Het was een val. De spitsen. Van Dongen. Jansen. Gooien. Hij zat er al aan te komen, dat hadden ze door. Mooi meeluisteren weer. Langzaam maar zeker raken we gelukkig weer gewend aan stadions. Met publiek en herrie en sfeer. Het is hier nog prima. Luisteren inderdaad naar Sarina Wiegman ook. Die diepte predikt. En meteen gaat de bal diep. Wel wat te diep voor Berestein. Nu van Groene. Gama. Dat is iets waar de Italianen niet zo heel goed mee om kunnen gaan, die druk. Wat een spel nu. Ja, Italianen. Girelli, de handjes bij elkaar. Bezweert geen buitenspel te staan. En eerlijk is eerlijk, het was kantjeboord. Maar de Poolse vlag ging omhoog. Soepel rond, Groene kan draaien. Moet er dan vanaf gelopen door Bonanza. En hier geen buitenspel lijkt het. Vlag blijft omlaag, Van Veenendaal let goed op. Maar dat is wel iets om in de gaten te houden. En dan de poging van ver als Van Veenendaal eruit is. Even de organisatie nu weg van de kracht, genoeg lengte en dan alsnog hulp. Van de assistent scheidsrechter. Ja, hier is het al gebeurd. En daar, buitenspel. De situatie daarvoor was wat belangrijker. Spitsen. Beweging bij Snoeys. Eerste corner van de wedstrijd is voor Oranje. Meldt zich Sherida Spitsen. Ja.
graag mee. De langste van het stel. Ook Nauwe heeft natuurlijk behoorlijk wat lengte. Snoeis ook wel aardig de lucht in. Daar is Van der Gracht. Toch wel eens te slap. Lunga, Lunga wordt er geroepen, maar er is niemand die een lange bal dan mee op weg zou kunnen nemen. Spitsen. Nou, een prachtige bal op Renate Jansen. Ja, misverstand dan met Van Dongen. In 2010 er debuut Renate Jansen, maar is in 11 jaar. Maar tussen aanhalingstekens tot 47 interlands gekomen. Ter vergelijking, Danielle van der Donk debuteerde ook in 2010. Speelt vandaag de 113e interland. Voor Jansen is dit vandaag dus 48. Goed gedaan door Volkertsma. Die kneep op het juiste moment, die wist waar het gevaar zou komen. Maar nu is ze wel weg van de plek en steekt Van der Gracht de arm uit. Ja, in een reflex. Daar is toch weinig tegen in te brengen. En het lijkt me dat ze daar toch geel voor krijgt. Juist, daar. Stefanie van der Grat, wij weten beter. Die geel heeft gekregen voor het instinctief uitsteken van de arm. Dat zal het toch zijn geweest. Fijne plek. Dus een flinke muur. Contact tussen Van Veenendaal en Van Dongen. Alleen jij, wordt er gezegd. Misschien moet zij blijven staan en de rest springen. Tsjernoja gaat trappen. Iedereen blijft staan. Met succes. En een strafschop. Ja, er is daar contact en er gaat er een naar de grond. En de vrije trap wordt gepromoveerd tot penalty. Door de Poolse scheidsrechter. Eens kijken wat daar gebeurt. De vrije trap belandt in de muur. Ja, en dan gaat Jansen met haar voet naar de bal en raakt ze ook Bonansea. Nou ja, er is niks aan de hand. Maar er is niemand die hier iets aan gaat doen. Maar dat is echt geen penalty. En daar is het chauvinisme ook al redelijk uitgefilterd. Uit die observatie. Maar de bal ligt al op de stip. En Girelli staat daarachter om Italië op 1-0 te zetten. Via een gratis verkregen penalty. Aan Van Veenendaal, die daar laatst tijdens de bekerfinale nog eentje stopte. De taak om ook deze onschadelijk te maken. Oh, en dat lukt er bijna, maar toch 1-0 Italië. Il vantaggio delle azzurre è al numero 10, Cristiana Girelli. Zo is het. Girelli met de goal namens de Italianen. Ja, het was echt geen penalty. Van Veenendaal gaat naar de goede hoek. Heeft hem misschien zelfs nog wel gevoeld, maar te goed ingeschoten. Hit the floor, you score, zeggen de Engelsen dan. En zo is het maar net bij deze strafschop van Cristiana Girelli. Haar 45ste interland goal in 77 interlands.
En ongelukkig dat moment voor Renate Jansen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet eens ongelukkig is. Want zo voelt deze niet verkeerd. In de achtervolging. Dat is geen heel bekend terrein voor deze vrouwen. En dus juist misschien alleen maar goed. Al gebeurde het laatst natuurlijk in de Interland tegen Italië. Of Italië. Daar spelen ze nu tegen. In de Interland tegen Spanje. Toen de Leeuwinnen eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aanliepen. Nu een botsing. Groene. En Giuliano. Groene loopt even stevig door. En valt daarna ook nog op de tegenstander. Spanje werd verloren in Marbella. Even een koude douche. Daarna werd het een paar dagen later in eigen land tegen Australië wel weer enigszins goed gemaakt. Nijmegen. 5-0. Volgende botsing. Van Dongen ligt daar nu. Nou, de stagiair is weer achter de herhalingknoppen gezet. Achterstand om geen hele sterke opening. Van het Nederlands elftal dit. Ze zal erg tevreden zijn met wat haar ploeg laat zien. 15e op de wereldranglijst dus. We kwamen elkaar tegen op het WK. Die natuurlijk vieze wereldkampioen werd 2 jaar geleden. 2-0. Volkertsma. EK's. Zijn ze er eigenlijk altijd wel bij. Ook op het jaar in Engeland. Ik denk dat ze aanvallen tussen die buitenste en die centrale gaan ze instaan. Francisca hoger spreken. Oh ja, woord voor woord. Let op, Jeriet. De verdedigende organisatie aan het neerzetten. Sabina Wiegman die nog wat knopen door moet gaan hakken. Komende week, de dag na de wedstrijd tegen Noorwegen. De week woensdag dus. Selectie gaan uitdunnen. Wie er mee naar Tokio mogen en wie niet. Krijgt iedereen trouwens. Daarom blijft iedereen ook een dag langer in een persoonlijk gesprek te horen.
Van de Donk slordig. Girelli. Lekker meegenomen, dat is Sofia. 25 zitten er nu in de selectie van Wiegman. Dat moet terug naar 18. Het is voor speelsters die EK's, WK's hebben gespeeld nu en met succes. Toch wel echt een kroon op hun carrière om ook nog op de Olympische Spelen actief te kunnen zijn. Spitsen. Je hoeft zich niet zoveel zorgen te maken. Snoeis. De hoek ingedreven. Nu aan Katja Snoeis om eruit te komen. Dat is goed. Groene wordt gedraaid. Spitsen. Ruimte is aan de andere kant. Bij Volkertsma. Terug door het centrum. Van de Donk. Schept hem. Maar Kama kan hem vrij makkelijk uitverdedigen. Spitsen. Snoeis. Zo, dat is lekker zeg. Nou, wij ook een penalty? Nee. Wordt wel geappelleerd voor een hensbal. Knap gedaan dit hoor, van Snoeis. En de armen net op tijd terug ingetrokken. Het eerste echte momentje. Na bijna een kwart wedstrijd. Spitsen, Berestijn. Volkertsma. Elfde interland voor Siska Volkertsma. Het is een van de opdrachten die Wiegman met redelijk succes heeft uitgevoerd. Toch wel het verversen, verjongen en vernieuwen van deze ploeg. Met Aniek Nouwen misschien wel als beste voorbeeld. Pacienza, rust in de opbouw wil zij hebben. Bertolini, terwijl we op een kwart in de hitte in het noorden van Italië even een drinkpauze hebben. En meeluisteren met Sarina Wiegman. Kijken wat we mee kunnen pakken. Ook koelvesten. Ja, het is dus echt heel heet. Hier is, ja, dat is, nou ja, Bergkampiaans. De controle hier van Katja Snoeis. En, ja, nee, dat is geen penaltywaardig contact met de arm. Koelvest dus en slush, een ijsdrank. Om het lichaam eventjes wat in temperatuur te laten winnen naar beneden toe. Te verliezen dus eigenlijk. Het is aan de gezichten van de vrouwen te zien dat het afzien is.
Giuliani kan verder. Veel ruimte tussen de linies in om aan te nemen. En in twee passes proberen ze dan al er vandoor te zijn. Nouwen. Volkertsma. Berestein zit vast daar. Boateng. Die nog heel rustig doet. Applaus Oost. Maar Snoes was al goed naar voren druk aan het zetten. Uitstekend. Boateng. Weer dit. Oranje wordt uit elkaar gespeeld achterin. De kap, de voorzet tegen de rug van Van Dongen, die er dan eentje uit de rug niet aan ziet komen. Voorzet, Bonansea, goed, belangrijk verlengd door Volkertsma. En dan kan Berestein het op een rennen zetten en is ze er vandoor. Berestein, snel overgestoken nu, maar tot daar. Schadelijk gemaakt door Giuliano. Snoes. Van de Donk. Groene. Van Dongen in één keer. Dat is een goede voorzet. Berestein. Hens van Linette Berestein. Einde aanval. Volkertsma. Van de Gracht. Van de Donk. Goed ruimte gemaakt voor zichzelf en dan het wegsteken. Of althans de poging daartoe. Er begint iets meer leven in de brouwerij te komen. Aanvallend gezien, nu het haken Volkertsma. Bij Tsjernoja. Gama. Continu wordt er van de Italiaanse zijde op die 1-op-1 gehamerd. Spitsen die tegen de verdedigers van Oranje aankomen te spelen. Deze Bonansea en Girelli. Ook Wiegman zich daar terdege van bewust om haar coaching te horen. Danielle van der Donk. Ja.
Dama. Groene. Spitsen. Vel als altijd. Snoeis. Ja, draaien en door. Nu moet het snel. Van der Donk. Handelingssnelheid te laag. Lagen echt mogelijkheden voor Oranje om er zo uit te komen. Sofia. Van de Gracht. Volkertsma, spitsen. Donner. Wel kwijt. En Groene geraakt, maar het spel gaat gewoon verder. Groene staat ook alweer snel op, was niet zo heel veel aan de hand. Girelli. Minimaal is. Groene, dat is een goede bal. Jansen. Berestijn is los. Berestijn, Jansen, dit loopt. Maar ook dan tot daar en niet verder. Dat is een beetje het verhaal van het eerste half uur. Af en toe is er wel wat dreiging, maar... slordigheden voorkomen echte kansen. Van der Donk. Mancea. Goeie bal zeg. Girelli wordt opgevangen door Nouwen. Nouwen goed meegelopen, dat is prima. Yannick Nouwen, die hem daarna wel inlevert. Top transfer gemaakt. Speelt volgend jaar in de kleuren waar ze vandaag tegen speelt. In het blauw van Chelsea. Verliezend Champions League finalist. Daarover later meer als we Lieke Martens misschien nog gaan zien. Van der Gracht. Ah ja, die speelt ook weer gewoon de bal. En dus deze reactie wel weer te begrijpen. Moet zich daarna ook weer inhouden. 100% de bal. Eigenlijk net als bij die strafschop. Maar blijkbaar is het bij deze Poolse scheidsrechter zo dat als je omvalt, dat je hem dan meekrijgt. Frustratie bij Van der Gracht begrijpelijk. Het was stevig, maar op de juiste manier. Juliano staat achter de bal alsof ze grote plannen heeft. Maar het wordt weer Tsjernoja. Ruim over. Heel ruim.
Dongen. Groene. Ja, goed. Zoiets heeft Oranje even nodig. Maar dan deze bal, dan weer daarop. Als Groene zichzelf echt heel knap en heel snel vrij speelt op het middenveld. Dan is het vervolg weer niet goed genoeg. Van der Gracht, goed. De bal. Spitsen, wil naar voren, gaat naar voren. Berestijn, uiteindelijk weer niet bereikt. Caruso. Caruso, prima opening. En door. Via Boateng. Gama. Van Dongen, goed verdedigd. 50ste Interland, een jubileum voor Merel van Dongen. Groen had geen zin in de trucjes. Van Girelli. Indrukwekkend. Moyenne wel van die Girelli. Goals in 77 Interland. Ja. Topscorer aller tijden van de Italiaan. Die is nog een stukje weg. Patricia Panico. 110 doelpunten. Indraaiende corner. Vervelend daar bij de eerste paal. Dan komt er nog een aan. Volgende indraai, die is strak ook wel. Berestijn als eerst bij de bal. Snoeis ervoor en aan de overkant Groene. Nu kan hij. Spitsen wordt daarvoor in stelling gebracht, maar die kiest voor het korte werk. Volkertsma. Botsing, vrije trap. Goed, de druk nu. En dan het vasthouden, spitsen, vrije trap. Zwak. Maar genoeg hulp achterin om het te corrigeren. Van der Gracht.
Buitenspel voor Jansen. Goed gezien. Slim tikkie van Van Dongen. Van de Donk, Volkertsma. Niet heel opvallend, Siska Volkertsma op rechtsback. 59% van het balbezit. Volkertsma doet niets fout. Ook geen dingen overdreven goed. Gama. Even daar een misverstand. En dan is Berenstein er vandoor. Klaarleggen, afronden, Snoeis. Nee, herkansing van de Donk ook niet. Eerste serieuze kansen na 41,5 minuut. Als er communicatieproblemen achterin zijn bij de Italianen. Die nog even nababbelen. De bal valt er tussenin. Berenstein lijkt er dan langs. Gama laat hem lopen. Berenstein profiteert. Giuliani durft er 16 niet uit, lijkt wel. En dan in tweevoud. Niet benut. De kansen die volgden. Nou een Veenendaal. Goed. Weer die twee achter de bal. Caruso met rechts. Ze nemen het nogal serieus vanaf deze plek. Het is Caruso die hem ervoor gooit, verlengt met de kop door Van der Gracht. Maar Italië kan verder. Van de Donk. Poeh. Bal kwijt en nog een kans in de maak voor Italië. Vrije kapbeweging. Groene, belangrijke onderschepping. Goed, goed, goed. Uitstekend gedaan door Jackie Groene. Wel weer de bal kwijt. En die slordigheden vallen echt enorm op in de eerste helft. Hoe zeer ervaren speelsters van Oranje de bal keer op keer zomaar cadeau doen. Dit was Van der Donk. Nansea kapt er dan twee uit. Het vervolg wordt dan opgelost door Groene. Stijlvol. Nouwen. Ook weer. Twee minuten vanwege de drink- en koelpauze. Gaan we nog door in deze eerste helft.
is. Gama besluit hem binnen te houden. En dan is nog goal. Nee, de Leeuwinnen hebben niet gebeten. Niet eens echt gegrond. In deze eerste helft. Het valt eigenlijk gewoon enorm tegen wat ze laten zien. Volkertsma. Dat is een goede bal, zeg. Nog net verdedigd. Die ging heel gevaarlijk richting Danielle van der Donk. Iemand eruit gehaald door Linari. Twee minuten zitten erop. En dus rust in Ferrara, waar Oranje met een achterstand de kleedkamer ingaat. En hoewel beide ploegen eigenlijk geen serieuze kansen creëerden, is gevoelsmatig die achterstand helemaal niet onterecht. Al was de manier waarop hij tot stand kwam nog iets om over na te praten. Zo namelijk, nooit is dit een strafschop, maar de bal gaat toch echt op de stip. En Christiana Girelli benut hem. 1-0 achter, even afkoelen. Zometeen terug hier op SBS 9 bij Italië-Nederland. Tot straks. When you were born, you inherited a gift. Het is rust bij de oefeninterland Italië-Nederland. En de glimlachen op het gezicht van de Italianen. Die zijn wel te begrijpen, hoewel dat natuurlijk voor de wedstrijd was. Dit gebeurt in deze oefenwedstrijd na bijna 13 minuten. De bal wordt door Renate Jansen gewoon weggewerkt. Niet al te best weliswaar. En dan legt de Poolse scheidsrechter de bal zomaar op de stip. En krijgt Italië dus een penalty. Er is werkelijk niets aan de hand. Maar de valpartij is spectaculair genoeg om de scheidsrechter te overtuigen van het feit dat ze hier een strafschop voor moet geven. Dan is het Girelli contra Sari van Veenendaal. En hoewel van Veenendaal de goede kant op gaat, is de strafschop te goed ingeschoten en staat Italië op voorsprong. Keurige penalty in Ferrara, het stadion van Spal. Van Veenendaal voelt hoe dichtbij ze zit. U heeft het ongetwijfeld gezien. Geen Martens, die zit op de bank. Geen Miedema, die is licht geblesseerd. Snoeis in de punt van de aanval. En zij weet bijna door een briljante aanname een serieuze kans te creëren. Echt knap gedaan dit van Katja Snoeis. Geen hens trouwens, geen strafbaar hens. Dan volgt er in de hitte in Italië, 27 graden nog altijd, met koelvesten en ijsdrank. Eventjes een afkoelingspauzetje. En komt er nog wel een serieuze mogelijkheid als er wat twijfel is achterin. Maar eerst Snoeis en daarna Van der Donk daarvan niet weten te profiteren. Dit waren eigenlijk de grootste kansen van een pover Oranje dat zometeen in de tweede helft echt wat beter voor de dag zal moeten gaan komen. Om nog met een positief gevoel terug richting Nederland te reizen. Waar volgende week dus de Interland tegen Noorwegen wordt gespeeld. Het is allemaal niet heel belangrijk, maar wel graag met een goed gevoel afscheid nemen van deze wedstrijd. Over een paar minuten zijn we terug met de tweede helft van de oefen Interland Italië-Nederland. 1-0 achter, werk aan de winkel, tot zo. Elke maandag bij SBS 9. A British policeman murdered in a rich. Ja, in de rust is het swingend. Wat er gebeurt in Ferrara. Waar een cover van de goede oude Dr. John. Aiko, Aiko, Ane uit de speakers schalt. En Oranje zich nu weer terugmeldt op het veld. Het begint vanavond. De Oranje Zomer op SBS 6 met Wilfred en de mannen aan tafel vanuit Slot Zeist, het EK. En dan de hele zomer door. Vanavond dus voor het eerst. En vanaf morgen is het iedere avond om 8 uur en om 5 voor 11. Vanavond alleen nog 5 voor 11. Morgen begint natuurlijk het EK bij de mannen.
En gaan we dagelijks genieten van topvoetbal. En dinsdag ook natuurlijk nog bij ons te zien. De tweede oefeninterland van de Leeuwinnen thuis tegen Noorwegen. Daar zijn twee invalsters. Dominique Jansen en Jill Roort zijn in de ploeg gekomen. Roort voor Groene en Jansen voor Van der Gracht. En dan is Van Dongen naar het centrum geschoven. Zo lijkt het. Nee, natuurlijk niet. Jansen gewoon centraal achterin. Leek door te lopen. Nouwen dan naar rechts. Jansen vanaf links. En de scheidsrechter gefloten. Mularcik. Voor het begin van de tweede helft met twee wissels dus. Jill Roort in de ploeg. En Dominique Jansen. En Berestijn meteen weg. Snelle corner. Donk. Corner. Nee. Het is nu een doeltrap. De Italianen nog niet gewisseld. Nou, er zijn er wel een paar bezig, terwijl de opbouw opnieuw vroeg misloopt. En daar komt Renate Jansen. Snoeis. Roort komt vanaf het middenveld. Gaat echt op de plek van Groene spelen. Wat meer naar voren. Kaatsje Snoeis. Of Jansen was het niet. Tot bij Snoeis uiteindelijk. Van Dongen. Roort. Toptransfer voor Jill Roort. Die vertrekt van Arsenal naar Wolfsburg. Europese top. Roort heeft zich de laatste tijd ook echt de basisploeg van Oranje ingespeeld. Hier is Jansen. Roort. Niet goed aangespeeld. Naar voren verdedigd dan door Van Dongen. Giuliani raakt hem verkeerd. Spitsen. Ja, probeert het. Spitsen. Maar hoeveel meer dan een pogingje was dit niet. Weer gaat het mis daar. Maar Snoeis kan dan ook weer niet goed aannemen. En een klein duwtje. Ja, daar liggen dan toch echt wel mogelijkheden. En dat lijkt een van de opdrachten van deze speelsters van Italië vandaag. Om van achteruit op te blijven bouwen. Ook al gaat het mis. Daar is de oefenwedstrijd voor. Linari, Giuliani. Nouwen. Die is slordig. Nancea. Ach,
gooien. Knappe controle, Girelli. Doelpuntenmaakster krijgt hem ook heel knap. Dan bij een medespeelster. Ja, dat zag er heel aardig uit. Boateng krijgt hem net niet bij het eindstation. Boateng, geen overtreding. Spitsen. In de buurt van Snoeys. Het is iets over 9:30 in de ochtend nu in Portland, Oregon, Verenigde Staten, waar Mark Parsons waarschijnlijk zit te kijken naar deze wedstrijd. Of anders zit hij hem later wel. En natuurlijk weet de nieuwe bondscoach van Oranje ook wel dat Lieke Martens en Viviane Miedema er niet bij zijn nu. Martens zou nog kunnen komen. Maar het houdt toch weer totaal niet over. Martin. En natuurlijk is er altijd het excuus van de oefenwedstrijd. Maar die wedstrijden speel je ook om toch stappen vooruit te zetten. Knappe actie weer, zeg, van Girelli. En dan valt hij daar voor Bonansea. De bal zwaait af. Hoe Volkertsma daar gepasseerd wordt door Girelli. Dominique Jansen. Van Dongen. Naar de middenlijn schreeuwt Wiegman. Die wil dat de ploeg opschuift, meer druk zet. Want dan krijg je dit. De bal cadeau vaak. Roort, Snoeys, Van der Donk. Kort werk. Geen overtreding op Roort. Valt zelf om. Renate Jansen, Van der Donk, Van Dongen. Spitsen. Draait. Maar dan deze bal. Ja, het is bijna zorgwekkend, hoor, hoe Oranje zich presenteert vandaag. Ook de speelsters waarvan je mag aannemen dat ze een basisplaats hebben straks. Dit soort passes is echt ver beneden de ondergrens. Gama. Van Dongen. Ja.
met de hand. De tweede tikkie. Ruimte nu voor Van der Donk. Berestijn op het randje van buitenspel. Hier zit misschien wat in. Snoeiskies positie. Berestijn heeft het gezien. Er komt een corner. En de vlag. Nee, er komt geen corner. Die wordt voorkomen nog goed. Het spel gaat verder met Volkertsma. Een goede bal van Volkertsma. De beste kans van de wedstrijd voor Danielle van der Donk. Gered uiteindelijk door Giuliani. Dit is een hele goede voorzet van Siska Volkertsma. Binnenkant voet valt hij precies goed. Van der Donk komt er nog goed aan. Een lichtpuntje. De voorzet van Volkertsma. Van der Donk die niet heel veel meer dan dat kon doen. Roort. Roort. Ja, er wordt gevoetbald. Volkertsma weer. En dat is weer een goede voorzet. Van Dongen zet druk. Geen overtreding. En ook dit niet. En dus gewoon gooien dan. We hebben ze in de tang. Hou ze hier. Roept de bondscoach. Jansen, Roort, Volkertsma, ingeleverd. Niet meer vast voor de tegenstoot. Bonance, ja, maar die wordt meteen omsingeld. Uitstekend door Roort en spitsen. In ieder geval vertraging. Van Linari op Danielle van der Donk. Ze tikt de bal aan, maar neemt ook Van der Donk mee in het denderende aankomen lopen. Dominique Jansen. Shirida spitsen. Alla prossima introduzione. Ruimte tussen de linies. Renate Jansen. Roort van ver een rollertje, een hobbelend balletje. Geen enkel gevaar. Derde wissel aanstaande bij het Nederlands elftal. Janice van der Sande gaat zo komen. Aanvallend uitstekend. Begin van de tweede helft voor Siska Volkertsma. Katja Snoeys gaat zo meteen naar de kant. Redelijk onverrichter zaken. Donk. Dubbele wissel. Lynn Wilms komt er ook aan. Maar eerst een kans. En net geen goede controle met de borst van Van der Donk. Maar er komt meer in. Meer en meer in het spel van Nederland. Now
op het uur. Iets ervoor. We gaan de Italianen ook voor het eerst wisselen. Om het hesje uit te doen. Met nummer 9. Giacinti komt voor de doelpuntenmaakster Girelli. De 21 gaat er vanaf Cernoia. Anna Maria Serturini komt ook in de ploeg. Linette in de spits, dat hebben we alvast meegepakt. Als Van der Sande komt voor Snoeys. Giacinti, speelster van Milan. Van der Sande. En Sertorini is van Roma. En hier dus Van der Sande van Wolfsburg. Zij won de beker samen met Dominique Jansen onlangs. Maar is wel een wisselspeelster, ook bij Wolfsburg. Interland nummer 84 voor Van der Sande. En daar is Lynn Wilms van FC Twente. Landskampioen geworden dus met haar 11e Interland. Voor Volkertsma. Oké, optreden. Ze heeft een rugblessure gehad, is net terug. Maar wordt wel gezien als een van de beste backs van de Eredivisie. Gama. Nouwen, Jansen. Bal Nouwen. Roort, hier liggen mogelijkheden. Berestijn dus vanuit de punt van de aanval nu. Van Dongen. Er hangt wel iets van een oranje goal in de lucht. Of in ieder geval een fatsoenlijke kans. Met nog een half uurtje te gaan. Boatien. Ja, technisch vaardig, zoals dat heet. Jansen, Dominique Renate. Dus goed gevoetbald weer. Van Dongen. Berestijn. Spitsen. Ja, wordt ondersteboven gelopen. Vrije trap. Op een positie waar mensen als Sherida Spitsen het wel eens vandaan willen proberen. Afhankelijk van hoe ze zich voelt.
Afstand is groot. Maar bij spitsen weet je het nooit. Van der Donk. Gama. En een overtreding van Roord. Vrij verhelpt. Boateng. Overtreding. Nog een dikke maand dus voor de Leeuwinnen, voordat de Olympische Spelen echt beginnen. Maar over ongeveer een maand vertrekt de ploeg al richting Japan om te acclimatiseren. En dan volgen wedstrijden tegen, en dat is mooi, want het gaat echt kriskras de planeet over, maar dan allemaal in Japan. Zambia, Afrika, Brazilië, Zuid-Amerika en China. Azië. De hele wereld neemt het op tegen het Nederlands elftal. Dat hier nu weer in de achteruit moet met Boateng. Keer op keer is zij het. Giuliano. Venendal kan laten lopen. Woensdag 21 juli eerst Zambia dus in het Miyagi Stadion. Berestein. Deutsche Meister geworden met Bayern. Laatste kwart van de wedstrijd is aanstaande. Oh, lekker klaargelegd zeg. En door. En wacht op het juiste moment. Van Veenendaal niet, maar ook geen goal. De grootste kans, de grootste uitgespeelde kans van deze wedstrijd is net niet aan Bonansea besteed. Prachtig daar het klaarleggen van Giacinti, de invalster. Van Veenendaal zit volledig mis. Poeh. Wat een fijn balletje. En Oranje ontsnapt. Bonansea lijkt er helemaal niet aan te komen. Van Dongen leek het daar op te lossen. De cooling break weer. Net als in de eerste helft. Na de helft van een helft. De temperatuur is al wel wat afgenomen. Dus lijkt het alsof de vesten achterwege blijven nu. Ja, nog eens. Dit tikkie. En de voorzet. Van die andere invalster. Anna Maria Serturini. Ze kwamen ermee weg. Substitution voor Nederlanden. Oude Berestein in Smits. Oude Berestein in Smits. Daar is de vijfde wissel. Joelle Smits
in de ploeg gekomen voor Linette Berenstein. Het heeft er steeds meer van weg dat Lieke Martens vandaag niet in actie gaat komen. Topscorer van de Eredivisie geworden, Smits. PSV nog niet gescoord in 3 interlands in het Nederlands elftal. Ook zij zal naar Wolfsburg vertrekken, net als Jill Roord. Daar is dus een Nederlandse enclave aan het ontstaan. Hier is Roord van de Sande. Corner. Toch? Nee dus. Wilms. Goed gedaan weer. Maar nu van de Sande. De deur wordt dichtgegooid, maar ze krijgt hem weer in ieder geval op een kier. Van de Sande, dat is goed. Roord voor de linker. Uitbraakmogelijkheid voor Italië nu. Goed gedaan door Nouwen. Wilms met wat verbetenheid in de Nederlandse ploeg te sluipen nu. Om in ieder geval die wedstrijd niet te verliezen. Roord. En toch weer ingeleverd. Giacenti. Bonansea. Ja, Jansen doet niks. Weg, kans op kans. Naar Jansen van de Donk. En nogmaals Dominique Jansen. Van Dongen. Spitsen. Wilms van de Donk, de flipperkast in, zegt Turini. En weer Sartorini, levendige invalbeurt. Bonansea, heel veel ruimte daar. Gama. Italianen gaan wisselen. En Oranje ook.
Rosucci is er eentje. En de andere met nummer 14, Sofia Cantore. Daar gaat Giuliano. En Bonansea gaat ook. Cantore van Fiorentina. Martina Rosucci van Juventus. Bij Oranje maakt Victoria Pelova zich op voor een invalbeurt. Een beetje bloed aan het oor. Of is dat meteen een bloedwaarde af te nemen of zo? Daar lijkt het meer op. Nu is er ruimte voor Giacenti, maar die ruimte is er omdat ze buiten spel staat. Substitution for Netherlands. Out Van der Donk in Pelova. Van der Donk eruit, Pelova erin. Verkozen tot speelster van het jaar bij Ajax. Door de supporters en de technische staf. We hadden het gezien als een supertalent, Pelova. Vorige week 21-22 geworden. Wilms. Hier is Pelova. Van der Sande. Te veel ruimte nodig in de balcontrole. Tempo omhoog, nog een kwartier. En zo is het maar net. Er liggen echt nog steeds mogelijkheden. Maar niet zo. Giacenti, kan Jansen dat nog bijbenen? Ja. Gevaar geweken op die manier. Sander. Goed gedaan. Uitstekend. Jill Roord. Renate Jansen. Spitsen. Ja, die probeert de keeper daar te grazen te nemen. Het scheelt een centimeter of 30. Steekpaasje, mislukt. Op Cantore. Certorini. Nou een sneller, sterker. Nu nog slimmer zijn. Dat lukt deels. Thank you.
Rosucci. Geschaduwd door Roord. Spitsen. Wilms, spitsen. Jansen. Laatste 10 minuten van de wedstrijd. Wilms. Net op tijd, Dominique Jansen. Daardoor ontstaat er ook ruimte bij Merel van Dongen. Ja, er was een oplevingje. Eén kans voor Danielle van der Donk. Maar uiteindelijk heeft Italië de boel eigenlijk wel weer prima onder controle. Dominique Jansen, spitsen. Voorzet mislukt als Van der Sande even in het midden staat. En Wilms daardoor door kan komen. Ja, nu is er wat ruimte voor Renate Jansen. Jansen, ja, die tackle die werd ruim van tevoren ingezet. En uiteindelijk lag er een hele speelster in de baan van het schot. Elisa Bartoli, die daar al ligt. Ja, dat is uiteindelijk prima gedaan. Maar daar komen ze weer. Jansen. En dan Linari. Roord. Nouwen. Dat is een goede bal van Aniek Nouwen. Uitstekend. En die valt voor de voeten van Shanice van der Zanden. En die moet er dan in. Hoewel wat lastig. Aanval loopt verder. In ieder geval beter dan wat er kwam. Spitsen probeert het. Goed gedaan van Dongen. Belova. Jansen. Behoorlijke kans was dat. Voor Shanice van der Zanden. Prachtige opening van Nouwen. Goed gedaan dit. Door Jansen. En dan is dit niet goed genoeg van Shanice van der Zanden. Dit lijkt vermoeidheid te zijn. En een beetje tijd trekken van Giacinti. Vermoeidheid zal het niet zijn. Die is net ingevallen. Nou, dit duel.
lijkt ze zich te verstappen. Kan Van Dongen niks aan doen. Toch even naar de kant. Spitsen. Weer een goede bal. Goed verdedigd door Gama. Pelova krijgt hem niet onder controle. Pelova. En ruimte. Ja, er komt meer ruimte. En Van Veenendaal, wat doet ze daar? Nou, redden. En dat zit dan mee. Meters en meters buiten de eigen 16. Maar ze heeft de redding ter ondersteuning van de keuze. Het verklaren daarvan. Hier is Janssen. Die zou naar binnen kunnen komen om uit te halen. Janssen kiest voor een wippertje naar niemand. In de fase waarin een uithaal vanaf randje 16 prima te doen zou zijn. Daar komt Sari van Veenendaal. Ze was al ver. En uiteindelijk met de benen. Goed. En de winnaar heeft altijd gelijk. Maar volgens nog is ze alleen winnaar van dat onderlinge duel. En dringt de tijd voor Oranje. Roort. Pelova. Victoria Pelova van der Sande. Buitenkantje voet, dat is goed. Het was net een pas verder naar de kaats van Smits. Geen overtreding, doorspelen. Ja, die gaat blijven liggen net zolang totdat er wordt afgefloten of haar ploeggenoten de bal hebben, maar die spelen ook door. Uiteindelijk zal het wel meevallen. Teen geraakt. Absoluut de slotfase. Lenzini voor Linari, centrale verdediger. Wordt nog vervangen aan het slot. Aan de vreugde na de goal, na een klein kwartiertje vanaf de stip, was al te zien dat Oranje uiteraard een tegenstander is die zeer serieus wordt genomen. En dus zal deze wedstrijd winnen voor Italië. Een enorme opsteker zijn tegen de Paesi Bassi. Dat zijn wij. Aangelanden. Janssen. Roort. Wilms. Is goed. Wilms. Uitstekend.
van Lim Wilms. En daarna is er een valpartij van Jansen. Beetje soortgelijk als een valpartij waar ze aan de andere kant bij betrokken was. Toen kreeg Italië daar een penalty voor. Nu kan Oranje het nog proberen. Halve minuut officiële speeltijd. Maar sowieso nog wel redelijk wat tijd erbij lijkt me. Cooling break, hoop wissels. Nu Roort. Belova, spitsen. Goeie bal, Roort. Van Dongen bleef wat staan. Dook niet het gat in dat er ontstond aan de linkerkant. Waardoor Italië nu heel kort kan proberen eruit te komen. Wilms. Valt goed in, Lim Wilms. 5 minuten krijgen we erbij. Slechte bal, Belova. Cantore. Santorini. Boatin. Ja, keurig uitgespeeld. En nu wel tussen de palen van Giacenti, maar geen goal. Ja, dat is een zorgelijke blik en terecht bij Sarina Wiegman. Benieuwd, erg benieuwd naar Noorwegen dinsdag. Met dan waarschijnlijk wel minuten voor Martens. En hopelijk ook Miedema als hij zich weer fit genoeg voelt. Dat scheelt natuurlijk 2 slokken op een borrel. Redding op Cantore. Giacenti, Jansen, Renate in dit geval. Niet echt laten zien in deze wedstrijd waarom ze tot beste speelster van Nederland is verkozen. In de competitie dan. Beste speelster van de Nederlandse competitie. Belova. Jansen. En een vrije trap. Ja, vol op de punt van de teen. Dongen gaat mee. Alleen spitsen nu nog achter de bal. Spitsen. Ja, in een poging of de keeper te verrassen of iemand nog met de kruin eraan te laten zitten. Uiteindelijk de keepster weer. 1 keer moest ze echt redden. Giuliani. Van der Zanden goed. De laatste minuut loopt. Van der Zanden kan nog weg.
En levert hem meteen in. Dat was een beetje het verhaal van de wedstrijd uiteindelijk. Enigszins hersteld in de loop van de tweede helft. Qua slordigheid en gebrek aan concentratie zoals het leek. Maar uiteindelijk, of er moet nu iets gebeuren. Niet meer rechtgebreid. Die onterechte penalty, want zo is het ook. Geen veld of wegen een overtreding te bekennen, maar toch de bal op de stip. Dus Smits. Spitsen. 5 minuten zitten erop en de wedstrijd ook. Het Nederlands elftal verliest deze eerste oefenwedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen van Italië. Via een onterecht gegeven strafschop. Maar ja, die telt nou eenmaal wel gewoon. Het was niet al te best wat Nederland liet zien. Dit is hoe de Italianen het vieren. Echt als een grootse prestatie met een hele grote glimlach. Bij de bondscoach Bertolini. En voor de tweede keer in 3 interlands verliest het Nederlands elftal. Eerst van Spanje, nu van Italië. Na Spanje volgde er een paar dagen later op eigen bodem een uitstekende wedstrijd tegen Australië. 5-0 toen in Nijmegen. Nu is er over 5 dagen weer de kans op eigen bodem tegen Noorwegen. Een aardig sterke tegenstander om deze dan weer weg te spoelen. De nederlaag in Ferrara. Dit uiteindelijk het belangrijkste moment van de wedstrijd. De overtreding van Renate Jansen, die geen overtreding is. En de goal uiteindelijk van Girelli, die vanaf de stip Sari van Veenendaal verslaat. De enige goal van de wedstrijd dus uiteindelijk. Goed, dit was het voetbal voor vanavond op SBS 9. Maar op SBS 6 begint om 10:55. De Oranje Zomer, het EK met Wilfred Gené, René van der Gijp, Johan Derksen en hun dagelijkse gasten vanuit Zeist. Vanavond om 10:55, maar morgen begint natuurlijk het EK voetbal bij de mannen. En zijn onze mannen er iedere avond 2 keer, om 8:00 en om 10:55. En dan blijven ze er de hele zomer. Mis het niet, dat allemaal op SBS 6. En wij zijn er komende dinsdag weer met het vrouwenvoetbal. Nederland-Noorwegen dus, op SBS. Dank voor het kijken en een hele fijne avond. Graag tot later. Dag. Dit programma wordt mede